Oké, dit is even een korte screencast over de werking van Screencastify. Screencastify is een extensie voor Google Chrome. En voor alle duidelijkheid, ik maak deze opname nu op een Chromebook. Nou, je start Screencastify door hier op het icoontje te klikken. Dan kom je in het menu waarbij je de keuze krijgt om een opname te maken van de tab, dat is een browservenster, of van de hele desktop. Of van je webcam, dat kan ook. Je kunt ook de webcam embedden. Nou, dat doe ik niet, want dat voegt weinig toe. Ik kies voor de tab en de opname start je door vervolgens hier op Record Tab te klikken. Nou, 3, 2, 1. dan wordt er even afgeteld en dan kan je starten met je screencast. Nou, je ziet dat je allerlei meldingen krijgt. Die moet je snel even uitzetten natuurlijk. En ik kan bijvoorbeeld even naar mijn Twitter-account, want daar wordt op dit moment gesproken over het maken van screencasts met behulp van een Chromebook. Heel grappig. Nou, als je de opname weer wilt stoppen, hè, dus nou ja, je ziet het wel, ik kan scrollen, ik kan van alles doen. Ik kan trouwens ook tekenen als ik dat wil. Ja, gaat niet heel erg soepel, kan wel. Maar ik stop de opname nu even om te kijken wat het resultaat is. En stoppen doe ik door weer op dit icoontje te klikken. Dan opent het venster weer en kan ik hier stop aanklikken. Ik zou kunnen pauzeren, hè, als ik even wat drinken wil halen of iets anders wil klaarzetten. En ik kan dus stoppen. Nou, dat is wat ik nu doe. Bedankt voor het kijken. Nee, nog niet bedankt, want Dan ik wordt er even moet afgeteld en dan natuurlijk kan je starten met je screen. even het resultaat laten zien. Want gelijk nadat je gestopt bent met de opname bij Screencastify, krijg je het resultaat te zien. Dat kun je afspelen. En daarbij krijg je ook nog de mogelijkheid om je opname te editen of te croppen, te trimmen. Je kunt de opname downloaden naar je eigen schijf. En ja, een Chromebook heeft ook intern geheugen, dus je kunt hem lokaal zetten en je kunt hem delen met anderen. En tenslotte kun je hem weggooien, zoals je hier ziet. Nou, dat zijn de mogelijkheden die je hebt met Screencastify. Bedankt voor het kijken.